Digital Media live vanuit de beurs van Berlage. Aangeschoven is Kirsten, Jassies. Kirsten, je bent social media expert. Je bent gespecialiseerd in beeldtaal. Als ik jou volg, dan gaat het over Snapchat, Instagram, Pinterest en alle andere waar dat een rol speelt. Je hebt een achtergrond onder meer bij Sanoma. Is daar je liefde voor beeld begonnen? Ja, eigenlijk mijn liefde voor tijdschriften. Dat is natuurlijk altijd de combinatie van beeld en tekst. En dat vond ik zelfs al leuk toen ik 8 was. Toen heb ik mijn eerste tijdschrift over Don Johnson gemaakt. Dus eigenlijk zit het al mijn hele leven in mijn systeem. Ja. Daar ben je gestopt. Die deskundigheid die je daar hebt opgebouwd, die deel je nu met bedrijven, personen, et cetera. Wat zijn voor jou op dit gebied de belangrijke ontwikkelingen, de belangrijke dingen die er aan de hand zijn? Op het gebied van de visuele sociale media. Nou, gisteren kwam er een tweet van Social Media Today dat Snapchat's video views naar 10 miljard waren gestegen. En dat was een half jaar geleden nog de helft. Dus er is in een half jaar tijd Snapchat de pan uitgerezen. Bizar. Dat is heel erg opvallend. En voor de rest is wat opvallend is dat heel veel bedrijven nu in Nederland aan de slag willen met Instagram. Er wordt platgebeld voor Instagram en Snapchat vooral ook. Dus bedrijven worden wakker en denken, hey, ik moet toch echt wel even serieus aan de gang. Want de meesten hebben wel al iets geprobeerd, maar vinden het toch nog heel moeilijk. Dus ze roepen toch vaak nog de hulp in van of influencers of dus experts. Ja, als een bedrijf van start wil gaan met Instagram, wat zijn dan de belangrijke dingen voor een bedrijf om rekening mee te houden? Rekening houden natuurlijk. Je moet eerst goed kijken van zit mijn doelgroep daar? En dan kan je een heel goed onderzoekje naar doen als je gewoon gaat kijken naar hashtags en hoeveel hashtags er gebruikt worden die iets met jouw onderwerp te maken hebben. Wat voor mensen zijn dat dan die hashtags gebruiken? Nou, als je dan besluit dit is interessant voor mij, dan is het belangrijk dat je een heel duidelijk verhaal vertelt. Ja, dat is op alle kanalen natuurlijk belangrijk, maar op Instagram misschien nog wel belangrijker. Want als je naar een profiel van iemand kijkt, moet dat in 9 foto's duidelijk zijn waar het over gaat. Dus is het ook van belang dat je keuzes maakt. Er zijn heel veel bedrijven die heel veel verschillende producten en diensten hebben. En dan is het niet een duidelijk verhaal. Het moet wel echt een eenheid vormen. Dus eigenlijk geef ik ook vaker het advies dat ze moeten kiezen voor een bepaald onderwerp dan dat ze alles doen. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor Snapchat. Ja. Maar in die zin, als je Snapchat en Instagram vergelijkt, dan is Instagram wat mij betreft wel vrij eenvoudig, hè? Overzichtelijk, als ik zo zeggen. Prettig is van beeld ook nog eens een keertje. Je hoeft niet je lange blogs en zo te gaan maken, maar je kan eenvoudig een verhaal vertellen. Je hoeft niet zelf te vertellen, maar je kan dingen vastleggen. Prachtig. Maar nu wil hetzelfde bedrijf Snapchat gaan inzetten. Dat is toch andere koek. Heel andere koek. Want het is echt van nu en hier en achter de schermen en neem mensen mee. Maar achter de schermen betekent niet meteen saai. Want er moet ook wel echt wat gebeuren daar achter de schermen. Dus het is ook een heel ander medium. En daarom juist een leuke toevoeging. Maar het vraagt wel weer om na te denken, het liefst over een strategie. Nadenken van wat ga je dan dagelijks delen op Snapchat in die korte 10 seconden video. Compleet anders dan een hele mooie foto op Instagram. Absoluut. Ja. Is het voor een bepaald type bedrijven geschikt, Snapchat? Of is het afhankelijk inderdaad? Hè? Tot nu toe lezen we steeds van de jonge doelgroep zit op Snapchat. Is dat al aan het veranderen? Ja, in Amerika hadden ze gepubliceerd, Snapchat zelf, dat inderdaad de grootste gebruikersgroep nu 18-35 is al. Dus niet meer de tieners, maar de grootste groep is daarboven. Dus dat is wel interessant. Ik denk dat dat in Nederland dan ook gaat gebeuren. Dus dan komt er een grotere groep bedrijven voor wie het belangrijk is. Ja, precies. En qua onderwerpen zie je wel, bijvoorbeeld bij Instagram, fashion en sport. Die zijn het allerbelangrijkst. Natuurlijk heb je ook food, travel, interieur. Bij Snapchat kan je eigenlijk aan alles denken. Als je het maar leuk kunt vertellen. Ja. Weet jij of die... ik ben een groot fan eigenlijk juist van de klassieke partijen die op Snapchat zitten. Want ik vind die mediakanalen zo goed. Dus Mashable bijvoorbeeld en Huffington Post. Ja, wat ik de kracht is voor wie er niet kent. Maar de kracht van die kanalen vind ik is dat ze zo... Dat ze en de kracht van de mobiel heel erg goed hebben natuurlijk. Want je kan er doorheen swipen. Leuk. Maar je kan ook de diepte in meestal. Hè? Dus als je iets leuk vindt. Sommigen maken een lange verhaal erbij. Sommigen maken een lange filmpje erbij. Die combinatie van dingen. Maar het is alleen maar voor beperkte kanalen op dit moment beschikbaar. Weet jij of dat ook een... voor mij zeg maar beschikbaar komt. Nou, het is nu, je bedoelt ook de Content Discovery, waar die Cosmos zit, National Geographic, Vice, die maken daar elke dag 10 seconden snaps, of 10 snaps van 10 seconden noemen ze.
Nee, niet 10 seconden, sorry. Ze laten ook video's zien, je kunt inderdaad verdiepen. Dat is iets wat heel veel geld kost, dat weet ik wel. Want Cosmo heb ik gesproken en dat was eerst een test afgelopen jaar met heel veel uitgevers. En nu moeten ze er gewoon dik voor betalen. En het is een prachtige tijdschrift 2.0, zo noem ik het altijd. En ik denk dat het voor meer mensen toegankelijk gaat worden. Maar nu moet je aankomen met $100,000 inderdaad. Ah, okay. Maar ik vermoed dat het een mooi businessmodel is voor Snapchat. Ja. Zo'n tijdschriftenrek zijn. En dat het wel uitgebreid zal worden. Ik kwam gisteren een leuke site tegen. Mark Suster, dat is een investeerder uit Amerika. En die doet de zogenoemde Snapstorms. Dus dan pakt hij een onderwerp. En net zoals je op Twitter van die mensen die van die weet je, lange verhalen dan in allemaal stukjes doet hij dat ook. En dan pakt hij één dag gaat het over fundraising, de andere dag gaat het over marketing voor startups. En ik kwam een site tegen waar ze al die dingen weer gebundeld hebben, ook weer op thema's. Vond ik leuk omdat het weer een ander gebruik was van wat ik tot nu toe heel leuk, kende. Ja. Wat ik fascinerend vind aan die drie, zeg maar, dan pak ik Facebook er even bij en Instagram en Snapchat, is dat het ervoor gezorgd heeft ook dat er een hele andere beeldtaal, een video is ontstaan. En eigenlijk het gelezen woord, dus is weer heel belangrijk geworden. Wel met video erbij. Mooi. Dat is heel grappig, toch? Ja. Dat had niemand kunnen voorspellen. Nee, precies. Die beeldtaal is ook iets wat ik heel erg in de gaten hou. Een paar jaar geleden was ik daar ook al mee bezig. En nu zie ik toch weer het wordt weer anders. Het wordt echt. En iedereen mag gewoon lekker tekenen en doodelen en emoticons. En er komen steeds weer nieuwe toepassingen daarvoor. En ja, ik vind dat heel interessant hoe dat nu aan het veranderen is. En volgens mij de jeugd, ik geef vaak les ook aan jongeren. En dan vraag ik, lees je meer blogs of kijk je foto's of kijk je meer video? Nou, ze kijken allemaal veel meer video. Ja. Dus het is echt, het is aan het veranderen. Maar het ingewikkelde is, ook voor merken als je daarvoor werkt. Media is, zou je kunnen zeggen, ik weet wel dat mensen ook wel naar langere video's kijken. Maar dat gaat niet om, maar het is vluchtiger dan ooit. In die zin, je moet een publiek in minder tijd dan ooit zien te pakken. Want die anders, 10 seconden moet je het ook kunnen vertellen. Wel, zijn ze weg. Ja. En wat betekent dat, andere deskundigheid van verhalen vertellen? Ja, dat het steeds moeilijker wordt. Een uitdaging, maar ja, daar moet je heel creatief voor zijn. Dus de marketeers in deze dagen moeten gewoon heel goed nadenken van hoe kunnen we leuke content maken met die kaders die we hebben. Dus op Snapchat is dat 10 seconden. Op Instagram heb je het kader van één foto en een hele hoop tekst, maar geen links. Op Facebook kan je eigenlijk alles. Dus daar heb je alle vrijheid, maar daar bereik je maar een heel klein deel van je doelgroep. Ja. Dus in deze tijd moet je gewoon heel erg heel creatief binnen kaders kunnen denken. En dan toch nog een leuk verhaal. Het is wel mogelijk. Het is echt mogelijk. Want er zijn heel veel mensen die het kunnen. Dus dan kunnen ook marketeers het. Ja, maar met al die verschillende kanalen en de daarbij behorende versnippering, is het ook moeilijker om een substantieel publiek te bereiken. Is dat moeilijk voor bedrijven? Want het kost, al die dingen kosten wel gewoon geld. Hè? Ja. Dus, ik denk dat dat zeker een probleem is. Gisteren hoorden we KLM spreken. Gelooft heilig in de 1-op-1 contact met hun consument. En dat kunnen ze. Ze hebben ook een groot team en veel geld daarvoor over. Dat levert ze natuurlijk ook op, anders doen ze het niet. Maar dat kan niet iedereen. Kleine bedrijfjes kunnen natuurlijk niet al die kanalen bijhouden en al die 1-op-1 contacten met die klanten. Ja, dat is heel lastig. Ja, dus wat zeg je, wat raad jij kleine bedrijven aan? Grote met veel geld is makkelijk, hè? Ja, precies. Kiezen. Je ziet het ook aan eigenlijk de influencers zijn groot geworden, vaak door één kanaal. Dus door te kiezen en je helemaal te focussen en alle liefde op één kanaal te richten, kun je meer bereiken, denk ik, dan alles een beetje doen. Ja. Maar het is wel moeilijk om te kiezen. Ja, heel moeilijk. Ik kan niet kiezen. Nee, ik ook niet. En wat ook moeilijk is, denk ik. Kijk, je wil ook niet. Verhalen worden meestal beter als ze door de mensen worden verteld die ergens werken, gewoon. Hè? In plaats van alleen maar van een ander inhuren. Dus het vergt ook wat van je bedrijf, van je personeel. Ja. Hè? Die moeten dat maar leuk vinden. Ja. Kom jij daar ook vaak in beeld? Ja, heel vaak. Laten zien tegen mensen, het is echt leuk om te doen. Ja, precies. En dan hoop ik altijd dat er van de 10-1 in de zaal zit die het ook echt gaat doen. En dan heb je eigenlijk al Precies. Maar dat is heel moeilijk, want als het niet. Ik heb jarenlang stylistes geprobeerd zover te krijgen dat ze ook eens een filmpje maken tijdens de fotoshoot. En iets op hun Instagram zetten en even over twitteren. Maar als dat niet is wat je heel erg leuk vindt, dan moet je het zien als werk, want dan hoort het erbij. Maar dan gaat het nooit iets worden. Dan wordt het niet goed, hè, als het moet. Nee. Oké.
Nou ja, dat is voor degene die niet willen een geruststellend idee. Zeg maar dat de specialisten zeggen dat het niet hoeft. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, wij doen het zelf natuurlijk heel erg veel. En we doen het alleen maar omdat we zoveel uit terugkrijgen. Weet je, reacties of werk, wat je er ook uit wil halen. Je hebt er wat aan. Hey, ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Nu blijf kijken als je nu live kijkt. We zijn er de hele dag. En anders kijk je on demand alles terug via onder meer YouTube Fast Moving Targets en de site van Immers. Tot zo direct. Ik ben niet gek van dat je dan de hele tijd jezelf...